Ik ging samen met mijn mods naar de Efteling op vrijdag de 13e. Kan gewoon niks fout gaan, toch? Of wel? Hé jongens, zonder grappen. Het was net heel leuk, maar we staan nu al een hele tijd stil. En met een klein uurtje rijden zijn we aangekomen bij de Efteling. Kijk hoe mooi. De parkeerplaats. Ik heb ook een cadeautje voor mijn mods. En dat zit in deze tas. Ik heb weer allemaal petjes. Allemaal petjes. Ik geef allemaal petjes weg. Mocht jij er dan ook eentje willen, laat even weten hoe graag je er een wil. En dan wie weet ga ik er wel eentje weggeven. Maar what up allemaal. Mijn naam is Barend, ook al Almost Normal. Leuk dat jullie kijken. Oh, Pardijn. Oh, hallo. Oh, wat heb ik er zin in. Ja. Volg Almost Normal. Let's go. En toen gingen we een TikTok nabootsen. Als je deze TikTok nog niet kent, dit is hem. Mevrouw, je bent toch van TikTok? Ja, dat klopt. Ben je ook hier in de Efteling? Wat leuk, jongeman. Ja. Nou, fijne dag, jongeman. Ja. Geef nu die telefoon maar terug. En dit is de TikTok die wij hadden gemaakt. Ben jij niet de ene van TikTok? Oh, ja. Ja, wat leuk, jongeman. Ben je ook in de Efteling, jongeman? Ja. Ja. Kom maar terug. Maar de echte vraag is, wie wint er? Met mensen erg je niet. Geit erg je niet. Geef je 10 euro als je eraan likt. Ja, what the fuck is dat nou weer voor opdracht? What the fuck is dat? Wow, dit is wel cool hoor. Moet je kijken. Wow. Sam, laat eens voor je beste kung fu move zien, gast. Ja! Hier komt ie. Wat? Het is gewoon een ding aan hier. Gast, er ligt gewoon iemand op sterven en we zijn gewoon aan het comfort. Alright, we hebben het Sprookjesbos inmiddels gehad. We gaan nu de echte attracties in. Ik heb hier heel veel zin in, jongens. Dit is de 6e attractie van de Efteling. Ik neem jullie natuurlijk mee. Yo, oké, welke attractie heb jij het meest zin in, Spijk? Waar we nu in gaan, natuurlijk. Oh, hij is wel sick, hè? Oké, Sher, jij? Ja, waar we in gaan is echt vet. Natuurlijk waar we nu in gaan. Ja, jij ook? Ja, sowieso. Ja, sowieso. En Luc, zeg het. Dit is niet normaal, gast. Dit, waar we in gaan. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ja, ik ook. Dit wordt echt zo sick. Moet je eerst naar de wc? Oké. Schrik! Schrik! Oeh, ah! Wat kut! Ben jij dat? Ja, dat ben ik absoluut, ja. Wow! Voor iedereen die nu aan het kijken is, sorry, maar dit liedje blijft voor de rest van je leven in je hoofd. Jazeker! 12 seconds later. Zonder grappen? Het was net heel leuk, maar we staan nu al een hele tijd stil. Het eerste attractie waar we in gaan en we zitten vast. Ja. Maar hoe dan? We staan hier allemaal op goede. Oh, we mogen mee! Wow. Wij staan in de rij voor een broodje Hunox. Ingmar, jij gaat een review geven over het broodje of niet? Ja, dat is goed. We staan in de rij en we gaan lekker eten. Nou, dat was echt een superleuke attractie. Ja. En Sam, wat gaan we na het broodje Hunox doen? Naar huis.
Nee, zie je daar zo, zie je een vogel. Dan gaan we in de vogelrok, alleen hij is bang. Kijk hoe lekker dit broodje eruit ziet, dat was het wachten waard. Ingmar, jij zou de review geven, ja, dus... Ja, ik zou ze even lekker afnemen. Wat is dat voor broodje? En? Het is wel fucking lekker dit. Let's go, nou ik ga hem ook even eten, joe. Dit is gaaf. Twitch.tv. Wat is deze haar? Almost normal. Als iemand kan lezen wat daar staat en jij bent op deze video terechtgekomen, ik heb oprecht respect voor jou. Groene haar. Kijk, een prachtige groene haar. Hoor. We hebben gewoon Joshua gezien. Wat? Inge! Inge maakt Inge in mijn ziel. Inge! Oh, Inge! De zon was er gezakt, kwamen we aan en ik had wel. Als licht. Is dat Sinterklaas? Ja. En toen mochten we eindelijk in de Villa Volta, maar de GoPro heeft een hele prachtige fotofunctie en in plaats van op filmen klikte ik op foto's, zoals je hier kan zien. Wel jammer, want Sam die ging echt helemaal bad in die attractie. Ik heb een nieuw huis gekocht. Dit is hem. Hij is super vet. Ik ben super dankbaar voor iedereen die mij support en zo. En dit is mijn nieuwe huis. Waarom zijn er mensen op jouw huis? Ja, wat doen die mensen daar? En in die rij naast. Waarom ziet het er een beetje niet echt uit als ze net op zitten? Prima, toch? Zo staat die trainer vrouw daar zo. Ja. En waarom beweegt ze? Ze beweegt ook. Welkom bij het nieuwe segment genaamd Wat doe jij in de rij? Ingmar, vertel het ons. Ik hou gewoon vrede water aan drinken. Sick. Sam. Ja, ik ben aan het zingen en dansen. En vibe. Dat willen we zien. Spijk, wat doe jij in de rij? Saai kijken. Journey, wat doe jij in de rij? Jezus. Oh, Luc zo te zien. Ah, oké, snelweg hier. Wat doe jij in de rij? Ja, Journey. Oké. En wat doe ik in de rij? Ja. Ik doe lekker een potje Bloons. Download het nu. Ik heb geen sponsor, maar het is wel een leuke game. Geniet jij ook zo van de snoepjes van Barend? Ik ben op zich ook klaar met het wachten in de rij. Hey Cher. Moordman te verzinnen met snoepen. Hi. Joshua! Joshua! Arme Joshua, hij voelt zich niet zo lekker. Dus wij gaan nu de Symbolica. Waar staat de Symbolica voor? Symbol. Lika. Lika? Ja, we gaan erin. Doei. Oh. Wow. Oh my god. Wow. Wow. Dat is Uranus. Oh. Wow, Jezus. Wij lopen hier dus gewoon naar een volgende attractie. En kijk wat ik in één keer tegenkom hier. Een zieke freaking draakgast. Oh, oh, oh. Oh, daar gaat hij ook. Oh, wow. Hallo. Hallo. Wat cool. Wauw. Dat was echt mega awkward, want ik wilde wat vragen, alleen hij reed al door. Luc. Ja. Wat gaan wij worden? Wat gaat het worden? Nat. Medium. Large. Extra large. We gaan nu in de Piranha. Hoe nat gaan we worden? Keinat. Taantoe nat. Ik ben de gangster van de groep.
I am the one, the way your son don't need to go. Oh ja, daar gaan ze. Oké, nou, dit gaat lekker. We zijn goed bezig. Ik word altijd al zo ontspannen van in een bootje zitten, weet je wel. Ja man. Het is gewoon... Er kan toch niks gebeuren. Ja, ze zijn fuck! Oh, ze zijn fuck! Oh, Sher! Oh, Sher! Oh, oh, Jezus! Oh, wow! Oh, joh, we gaan even schuilen hier! Ik dacht dat het schuilt. Nee! Doe het niet! Doe het niet! Oh, nee! Oh! Oh! Ah! Oh, nee! Oh, fuck you! Oh! Oh, nee! Oh, wow! Nee, waarom niet? Oh, andere kont, gat! Wacht, je hebt twee kontgatten? Wat? Hey, wat? Sowieso! Kom op, draaien! Ja, op! Oh, dit was echt goed. We zien dus echt niks. Wow. Hey, jij bent helemaal geen mond van mij. Wat doe jij hier? Ik ben niet een bootje gestapt, zomaar. Jij gaat echt stuk. Het is zo leuk. We zijn nu bij Aquamura. Hebben we deze dag een beetje pech gehad of niet? Nee. Het is vrijdag de 13e en er is gewoon letterlijk niks fout gegaan. Nou, carnaval. Nee, maar dat, nee, dat hoort dus. Echt? Ja, ik had DM gekregen dat het hoorde. Ja. We staan nu bij Aquamura. Kijk, wauw. We hebben echt een super leuke dag gehad. We hebben allemaal leuke mensen ontmoet en leuke dingen gedaan. En helemaal niks gaat fout. Nou, ik zou het nog maar even achterkloppen als ik jou was. Oh ja. Een draak, jongen, door dit ding, joh. Maar dat is echt. Mag ik ook kijken? Je mag kijken. Oh, dat is Boquito zonder broek aan. Oh, wat een fuck, gast. Wat? Luke, ik heb maar één vraag die ik wil stellen. Luke, hoe beginnen we? Ik weet ook niet meer wat we doen. En daar zijn we, de laatste keer. We gaan nog een keer in de vogelrok. Ik heb er wel veel zin in. En als ze nou heel hard gaan klappen, mogen we hopelijk gewoon nog een tweede keer. Gaan we juichen? Nee, geen tweede keer. Sam, fuck jou gast, we doen het lekker wel. Oh god, oh god. We staan op nummer 1. We gaan als eerste vogelrok, let's go. We hadden een beetje lag. We mochten eindelijk beginnen en nu staan we weer in de rij. Ja, wat is er gebeurd? Oké, okay. Wow, mijn haar! Wow, mijn voice! We zijn zojuist 5 keer in de vogelrok geweest. Achter elkaar, dat was best wel leuk! Alright! Ik hoop dat je een beetje wat kan zien. Wij zijn zojuist 5 keer achter elkaar in de vogelrok geweest. Hoor Sam. Ja, dit was echt awesome. Er is echt helemaal niks fout gegaan eigenlijk. Alles had fout kunnen gaan. Ja, na die 5 keer. Na 5 keer achter elkaar in een achtbaan zitten. We zochten het eigenlijk bijna zelf op. Maar ja, en het is gewoon niet gebeurd. Dus nou, het was een superleuke dag. Ja. We hebben lekker met de mods gechilled. Het was super gezellig. Ga vooral op vrijdag de 13 naar de Efteling. Je gaat nooit wat fout. Ik word wel gelijk uit. Ik had wel gehoopt dat er iets fout gegaan was qua content. Oké, doei. Maar toen. Oké, er ging toch wel een beetje iets fout. Joshua is zijn sleutels verloren. Dus wij liepen naar de uitgang en we zijn nu weer bij het parkje waar we hebben gezeten om zijn sleutels te gaan zoeken. Het is inmiddels 10:30, het park is al een half uur dicht. Liggen de sleutels van Joshua er nog?
is vrijdag de 13e dan toch wel een ongeluk. Ik kan echt niet zien waar ik loop nu. Oh, het zou hier... Ja! Nee. Ja! Ja! We hebben je sleutels! Ja. We hebben de sleutels van Joshua gevonden! Hey Josh, we hebben je sleutels, gast. Let's go! We gaan. Het is tijd. Oh! Pardoes! Oh, Martijn, ik ga jullie missen. Ik vond het zo gezellig. Tot de volgende keer. Oh. Waar zet ik dit ding uit, jongens? Na een superleuke dag samen met de mods in de Efteling en dat op vrijdag de 13e, kan ik zeggen dat alles goed is gegaan. Ik hoop dat jij deze video in ieder geval leuk vond. Laat het weten in de reacties. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later! Ik heb geen papier. Hallo! Hallo, hallo! 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 Dat werd even wel een beetje eng. Dat werd... Hallo! Oh, ik heb geen papier. Hallo! Oh, oké, we kunnen gaan. Ja, hallo!